Bijna 23.000 Nederlanders werden ondervraagd over het rookverbod. 65% is voorstander, in onze provincie is dat 73%. Groningen scoort daarmee het hoogst. Bert Krum van het café De Drie Uiltjes in Groningen-Binnenstad is fel tegenstander van het verbod. Hij zet vraagtekens bij de uitkomsten van het onderzoek. Het lijkt me een beetje door iemand optimistisch uh, genoteerd uh, en, en daarbij heb ik ook nog uh, het idee dat... Het belangrijke is hoe je een vraag stelt over het rookverbod. Ik denk als de mensen zouden weten wat de gevolgen zijn van het rookverbod, financieel dan, dan zou het grote, overgrote deel zou zeggen weg met het rookverbod. Krum bedoelt dat het Rijk fors minder inkomsten heeft uit bijvoorbeeld accijnzen. Hij heeft het verzet tegen het verbod opgegeven. In zijn café is geen asbak meer te vinden. Dat komt door de boetes. Ik heb er al een stuk of 7, 8 van 4.500 euro gehad. En wel 15 van 300. En dan heb je er nog allerlei uh, tussendoor. Ik heb nu in totaal zo'n 70.000 euro aan boetes gehad. Uit het onderzoek blijkt ook dat 42% van de Groningers vindt dat de kroegbaas zelf mag bepalen. of er in zijn café wordt gerookt of niet. Landelijk ligt dat net iets hoger. Voor krum maakt het niet meer uit. De rokers blijven toch wel komen. Maar zij moeten hun sigaret opsteken in de tuin van het café. Je moet natuurlijk toch wat. En die tuin was er al, dus daar hebben we mooi verbouwd. En we hebben nu overdekte zitplaatsen voor 60 mensen. En ja, of nou regent of het mooi weer is, daar zitten ze tegenwoordig. 28% van de Groningers is het niet eens met de maatregel van Krum. Zij vinden dat ook voor terrassen een rookverbod moet gelden. Landelijk ligt het percentage even hoog.